It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag speel ik een potje Call of Duty Black Ops 3 op de map Combine. En speel ik een potje Team Deathmatch. En ik speel vandaag met een wapen die bijna niet gebruikt wordt. Maar als je hem gebruikt, hij fucking OP is en iedereen je haat. Namelijk de Shiva of de Shiva. Ik heb er dit weekend even hele tijd mee gespeeld om even alle attachments erop te halen. Welke ik wil halen. En hier staat mijn class. De Edo-Side Stock Rapid Fire RK5. Six Sense, Flag Jacket, Fair Sense en Blast Suppressor. Waarom ik deze RK5 aan heb staan, dit wapentje hier zo, is omdat als ik out of ammo ben met Shiva of Shiva, wel kan schieten, maak ik zo snel mogelijk weer een nieuw wapen om hem pakken natuurlijk. En ik speel vandaag ook met een best wel speciale specialist namelijk. Dat is de Heatwave, die gebruikt ook bijna niemand. Dat is namelijk zeg, als je die hebt en je gebruikt hem ook, dan zorg natuurlijk voor een soort van hittegolf. Waardoor je enemy stunt. Ik ben scheef. Ja, ik was zo scheef. Even mijn teammates en enemies nu. Ik was te scheef. Als ik het daar allemaal had gehad, had ik gewoon een triple kunnen hebben. Maar ja, wat die heatwave doet, is die zorgt voor een hittegolf. Waardoor de enemies even een paar seconden gestunt zijn. Waardoor ze bijna niks kunnen doen. En ik heb hem dan weer binnen, zullen jullie zien. Dus we moeten even de enemies zien te zoeken. Zoals je ziet lopen ze hier rechts van me. Kijk hier. Dat is 1. Dat is bij weer scheef. 2. 3. Dat is 4. Zit hij daar nog? Dat is 5. Ik count hier een fietje erbij. Dat is 6. Het is echt zo'n OP ding dit, jongen. Maar ik pak even... Ja, laten we de Manowar oppakken gewoon. Die heeft lekker voor ammo. Dan maar eerst even de Shiva of Shiva. Ik weet niet, laat even in de comments achter of het de... Wow. Shiva of Shiva is. Voor mij de Shiva. Maar ja, I don't know. Vergeet jullie niet een blauw duimpje op deze video achter te laten natuurlijk. Als ze 60 likes kunnen halen. Zou dan natuurlijk helemaal mooi zijn. Heel snel even nog dat puntje meegepakt. Dat zorgt misschien wel dat ik net iets eerder mijn visit heb. Oftewel gewoon de hater. Even hier liggen. Dit is dom van me. Dit was dom van me. Oh, 70 punten van mijn hater. Ik had mijn fucking heatwave moeten gebruiken. Maar ben ik een domme kut zeg. Oh, jammer. Wauw. En hier, kijk. Nu kan ik even laten zien wat er dus gebeurt. Kijk. Dit gebeurt als je het gebruikt. Bam. Je bent gestunt en je ziet niks meer. Maar ja, hij zag me dus net nog wel gewoon voor het gebruiken van de heatwave. Denk ik. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten zeggen. En ik geef je wel één ding. Speel ermee, want je hebt er echt rapid fire op nodig. Anders is het echt zo'n slowmassa kuttering. Echt waar. Dat is echt... niet normaal. Maar de camo die ik hier ook op heb lijkt natuurlijk een beetje op de... Dark Matter... Die je kan unlocken. Alleen deze komt uit zo'n supply drop of zo. Ik weet niet hoe het anders heet. Deze komt in ieder geval uit zo'n... hij komt van de black market. Laten we het daarop houden. Hij komt uit de black market. Ik vond hem wel mooi. Vandaar dat ik hem gebruik ook. In mijn rug. Oh, er zat er ook in mijn rug dus. Maar waarom ik het dus op de Shiva een hele schuit gebruik. Is omdat het op dit wapen echt chill is. Want... wat doe jij nou dan? Wow, hij kill me ook nog. Maar wat ik dus wil zeggen, is dat op de Shiva zit een hele kutte iron sight. Dat ding is echt kut. Het is een rondje met een klein puntje. Waardoor je dus de enemies bijna zo wat helemaal niet meer ziet. En ze hebben zo'n... Wow, hij kill me ook nog daarmee. Dat ding ging echt heel slecht. Kijk maar, hij doet nu niet eens aantrekken, man. What the fuck. We gaan nog verliezen ook, teammates. Kom op. Maar ik persoonlijk zelf vind het niet een al te chill wapen. Maar je moet een goede enemies tegen je hebben. Als je een beetje enemies tegen je hebt... Nee. Heb ik het overleefd? Voor mij wel. Als je een beetje enemies tegen je hebt die een beetje kneusachtig zijn... En die niet heel goed raak kunnen schieten... Dan is het wapen echt goed. Maar als je enemies tegen je hebt die... Hoe zeg je dat?
ik heb het best wel goed raak kunnen schieten. Dan zou ik, als ik jou was, gewoon een automatisch wapentje gebruiken. Want dan ben je de lul. En kut, die sentry gun zat er nog. For fuck's sake. Dan moet je wel echt gewoon een automatisch wapentje gebruiken. Want anders word je wel geoutgunned. Nou, let's go. Assist suicide. Dan krijg je er geen kill bij. Maar wel een... wel de punten. Dat is echt raar. Maar goed, oké. Hier one shot. Zat die sentry gun er nog? Even snel kijken. Ja, die zat er nog. Ja, die mensen zijn nu kapot. Oeh, jij was bijna geturnd met de scheiver, man. Kom terug. Goed zo. Revenge. Ik heb de scheiver bijna ook bijna goud. Dan heb ik bijna diamond. Dan moet ik alleen nog de Man of War. Dan heb ik diamond. Dus gaan we dan even gewoon na deze opname nog even 2 viertjes opnemen. Dan gaan we dit weekend natuurlijk gewoon weer even lekker tryharden voor die diamond camo. Zoals jullie zien ben ik ook bijna precies nog 2 levels. Dus je moet natuurlijk ook altijd dat level 55 moet je ook allemaal uitspelen natuurlijk. Anders doet hij dat niet. Maar we gaan dit winnen, denk ik. Hoop ik. We moeten nog 1 kill. En die wordt niet gemaakt door mij. Wat een faalhaas ben ik. Zo, wat een mongolrieter ben ik, zeg. Maar, mocht jullie wel genoten van deze video, laat even een blauw duimpje omhoog achter op deze video. Natuurlijk helpt mij enorm. 60 likes is echt helemaal toppie. En dan bedankt jullie voor het kijken in deze video. En tot morgen, jongens. Zoals ik altijd zeg, doei!